Doe we nou? Ja, mijn eigen koffie. Dat mogen ze zelf alles wat in koffie past. Dus als je slim bent, neem je kleine speelgoedjes mee. Niet één groot ding, want dan heb je niks mee te spelen. Dat doen ze allemaal keurig. En dan zoeken ze het maar uit. Nu de schoolvakanties weer voorbij zijn, verkassen de oerle mannetjes en vrouwtjes weer naar L.A. Danielle is klaar voor bevalling 2, een 10 uur durende vlucht. Zo, hup, zeg maar, hup, naar Amerika. Huppakee, die kant op. Gaat u maar op uw knieën zitten. Ik doe het wel. Misschien doet er een labeltje omheen, zo. Het is een hele reis. Ik moet echt met een busje opgehaald worden. In de auto past het niet als je op reis gaat. Nee, dat past niet. Dat is onmogelijk. De koffer daar? Ik wil koffer zijn. Nee, die mag je meenemen. Ja, nou, dan heb ik voor jou geen last. Ga maar erin. 10 uur rust. Danielle moet het zootje ongeregeld helemaal zelf de vliegkist inkrijgen. I want it. Daans oerle man heeft zijn handen vol aan zijn huidige levenswerk. Komt een vrouw bij de dokter de film. De trein zit op Bora Bora. En die is de laatste week aan het filmen, dus aan het draaien voor de film. Het is een soort nomadenstam die rondtrekt. En die dag en nacht met elkaar daar aan één project werken. En ik geloof wel dat het slokt wel helemaal op. Het is echt film. Het wordt onwijs heftig. Onwijs mooi. Enorm verdrietig. Ik heb dik stukjes gezien. En ik hoop alles bij elkaar fantastisch. Maar ja, dat... Door de opname staan niet alleen moeder en kind op de tweede plek. Ook met zijn uiterlijke verzorging neemt Rijn, de regisseur, het niet zo nauw. Hij begon eigenlijk begin van de film met het niet scheren, omdat ze heel veel 's nachts hebben gedraaid. Dus dan heb je 's ochtends volgens mij om 11 uur niet de puff om ook nog eens die zware baard te gaan scheren. Dus hij heeft een soort bijgeloof nu van, ik laat hem staan tot aan na de première. Nou, ja, ze moeten wel aan wennen, maar ik krijg leuke reacties. En ineens schijnt het hip te zijn. Dus Rijn schijnt ineens hip te zijn. Nou ja, hey. Is dat mooi meegenomen. Met een bokspring in Laren en één in Beverly Hills is Daan vaak duizenden kilometers verwijderd van haar Gooise matties. Maar lang leven de glasvezel. De hele echte diepgaande wat je hier met je beste vriendjes hebt, heb je daar natuurlijk nog niet. Dat kan ook niet. Dat zou ook niet goed zijn. Maar het contact en het gezellige prima. En wat ik echt wil delen met mijn beste vriendjes, dat doe ik nog steeds dagelijks via de Skype. Dus dan zit ik aan de koffie 's ochtends met de opgeklopte melk. En dan zitten mijn vrienden aan de wijn. En dan nemen we even de dag door. Voor de nazaten heeft al dat heen en weer hoppen over de grote plas ook zo zijn voordelen. Benjamin die spreekt alleen nog maar Engels. Hij verstaat alles wel in Nederlands, maar hij is gewend gewoon om Engels te spreken. It's better than some kids in my class. No? Yeah. You know. Zij spreken gewoon Nederlands met elkaar ook. En het grappige is alleen wel dat wanneer zij tegen hun jongste broertje praten, dan is het in het Engels. Dat gaat automatisch. Ja, dat verstaat hij beter. Al het Nederlands of Engels gebrabbel zal baby Kate een zorg zijn. In haar wereldje draait het om knuffel- en kroelpartijtjes. Nou, hoe zijn jullie voor jullie kleine zusje? Leuk. Nee. Ja? Vinden jullie het leuk? Ja. Ja? Nee, is het lief, hè? Ze lijkt net op mij. Ik heb geen jaloerse kinderen. Ze lijkt op mij, hoor. Ze wordt later ook blutselig knap als ik. Ze lijkt op mij. Ik hoop een beetje liever dan jij. Het perfecte plaatje is natuurlijk alleen met papa compleet. Nog 7 nachtjes slapen en dan kan Reinoud eindelijk op zondag die American Steak weer aansnijden. Hij mist gewoon de kinderen. Het is echt een papa. En hij wil het liefst gewoon iedere dag de kinderen zien. Ja, dat kan niet. Dus het knuffelen en het spelen met de kinderen. Natuurlijk mist hij dat. Maar dat gaan we volgende week weer inhalen. Ik vang hem weer op als hij thuis komt. En dan geef ik hem weer de vrouw aandacht. En volgens mij gaat het goed, Salma, daar. Ik ga het volgende week weer horen. Maak een fles wijn open en dan gaan we weer zitten. See you in America. Cheers.